Yeah. All year in it, or only when you travel? No, all the years. Also in Switzerland? Yes. That is our house. Hello, yeah, that's a nice house. It's a big house as well. You are Nicole. Yeah. Nicole and Martin, you are... What are you? Theater people? Are you, is it a circus? Is it more than theater? Is it more than theater? It's... theater with things from the circus, like acrobatic, juggling, and but to tell a story. Oh, we have five different story. Well, it's from the Brother Grimm's, the fairy tales. Okay, so yeah, Grimm. Five different that we do in these 20 years. Okay. The oldest one, Fisherman and His Wife, is from 20 years ago. And the last one, Iron John, we play it with the whole family, also with the children. We travel through Europe 8 months in the years. Now we have this place, then a place in Basel, and then we go 4 months and don't play. Now you're in Middelburg. Have you ever been to Middelburg before? Yes. Yeah? Yeah? Long times ago. It was from... I heard 2005. Yes. Oh, really? Yeah. And for then you had a show as well? Yes, yes. Okay. In 2005 they were here with a smaller tent, which fitted on the square around the school from Vrijschool Zeeland. But now you've grown and you've made a very, very nice new tent. With 300 people. Yes. Yeah. En we staan op het terrein bij de Nassaulaan, de voormalige Sintelbaan, of eigenlijk is het nog steeds een baan. Een heel mooi vergeten plekje eigenlijk, ja, ja. Merk ik. Heel veel mensen die hier wonen of langs fietsen, die zeggen, wat gebeurt er allemaal? Het is een soort vergeten plek, terwijl het zo bijzonder is. We zijn uitgeweken als Vrije School Zeeland met Nicole en Martin hier naartoe, omdat de tent dus zo groot geworden is. Maar het is een hele mooie plek voor hen om te wonen ook, want ze wonen gewoon op de plek waar ze spelen. Iedere week. In die mooie, mooie wagen. Frankrijk, Spanje, Nederland, in dit geval Middelburg. Dus hun kampement staat altijd rondom de tent opgesteld. En dit is hun leven. Ja. Dat is zo bijzonder. Ze leven hun werk en ze delen hun werk met iedereen die het maar wil zien. Hey, maar de Vrije School Zeeland, want dat is natuurlijk de aanleiding. Jullie hebben dit georganiseerd en jullie kenden hun en nodigen hun nu weer uit. Ja. Maar jullie bestaan 75 jaar, heb ik dat goed onthouden? 45. Oh, dat scheelt er alweer 30. Nou, dat is wel goed dat je dat even zegt. 45 jaar, maar goed, dat is nog heel lang. 45 jaar geleden opende de allereerste kleuterklas hier in de stad. Toen hadden we nog niet zo'n mooi schoolgebouw als nu. Maar dat was het begin van Vrije School Zeeland. Het Vrije School Onderwijs bestaat 100 jaar dit jaar. Dus we hadden een dubbele verjaardag, dus we hadden zoiets van nou. Nu moeten we wat vieren. We gaan feest vieren. En we nodigen daar zoveel mogelijk mensen bij uit. Dus... Ja, want hoe is het precies? Want ik weet dat jullie bij de 26e, dat is ook de nacht van de nacht. Maar dan hebben jullie ook feest hier. Een paar voorstellingen, geloof ik. Klopt. We spelen zaterdag voor iedereen vanaf 6 jaar. Is welkom om hier te komen kijken. 'S morgens om 11 uur had ze een grietje. En 's middags, 's avonds 6:30, als de zon ondergaat, dan speelt IJzeren Hans. En dan zijn we net klaar voordat de nacht van de nacht begint. Dan ga je lekker de stad in. Alsnog, ja, precies. Ja. Wiebe, kom eens. Ja. Wiebe! Wat zag je nou, joh? Ik had me verstopt. Maar Wiebe. Wiebe, we hebben het even over dat Nicole en Martin hier 14 jaar geleden ongeveer, 15 jaar geleden waren. 15 jaar toen was jij een kleutertje. Toen was ik 3, 4. En nu komt hij hier bouwen vandaag. En ergens is dat wel, heeft dat iets met elkaar te maken volgens mij, voor jou? Ja, de grap was dat ik heel lang al een herinnering had aan iets, een tent die op het plein stond, maar helemaal niet wist waar dat nou vandaan kwam. En dat was dus dit. Dus dacht dit? Ik, nou... En nu heb je een déjà vu een beetje. Ja, het is ja. Fantastisch. Dat bleef zo sterk hangen. Dat was wat ik me dan echt ook nog kan herinneren, dat er gekleurde linten uit de tas kwamen die zo de hele tent... De Bremer Stadsmuzikanten. Ja, de Bremer Stadsmuzikanten. Is de initiator van Festival Daar. Oké. Okay. Dus dat theater, dat zit er wel een beetje in. Oh, dat was pas geleden was dat zijn festival? Ja, afgelopen augustus. Oké. Thank you for your time and yes, have you. A good time in Middelburg in Zeeland. Thank you. Thank you. Jij ook bedankt. Yeah.